kijk naar Warme Babbels. Warme Babbels. Welkom bij Warme Babbels. Aflevering zoveel. Zoveel. Zoveelste. Maar het begint alweer warmer te worden in de studio. Ja. Dat is natuurlijk waar het vandaan komt. En louter positiviteit is gepraat in deze... Zit iemand gewoon naast me in een hempie. Ja, maar dat is dat ook een van de... Dat is een van de soort van... En als ik dat had geweten, dat dat het team was... Dan had ik dat ook aangetrokken. Ja, ik ook. Maar ik hou ook van de sportswear. Nee, dat heeft hij dan weer niet gezegd. Ja, die Jasper zegt, ik wil alleen pronken. Ik wil alleen de warme babbel uitstralen. Geen sleeves en toch een trick op my sleeve. Nou ja, dan moeten we binnenkort nog maar een keer... Iets gaan praten waar we helemaal op het eind aankomen. Want we beginnen met Unrecorded. Ja, waarvan Unrecorded. Niemand geloofde dat het, dat het echt nee, was. Nee, niet echt game. Nee, Unrecorded is een trailer van, en dat had ik in mijn hoofd gestopt, maar nu ben ik eigenlijk alweer de naam kwijt van een, ik weet niet of het nou echt een developer is of dat het een één persoon is, maar in ieder geval... hij bracht dit uit op YouTube. Zo van, kijk, dit heb ik gemaakt in Unreal. Dat is een bodycam, moet een game gaan worden. Waarbij je uit het perspectief van een agent iets moet gaan oplossen. Holy shit, daar loopt gewoon iemand. En niemand geloofde dit. Zei, ja, nee. Bullshit man, dit is te mooi. Toen heeft hij bewezen met een ander filmpje dat het wel zo was. En ik moet wel eerlijk zeggen, je weet het, ik hou van realisme. En ja, zo'n omgeving, dit is wel echt dat ik dit ga meemaken nog. Want dit gaat 2-3 jaar zijn. En dan gaan we dit soort dingen spelen. Is wel echt vet, hè? Ja. Fucking bruut, ja. Ja. Het is echt een moment waarvan ik nooit had... Om Guus Meeuwis maar eventjes te quoten. Dit is een dag waarvan ik had gedacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem... Nou ja, ik had toen ik dit zag echt zoiets van... Holy shit, we zijn er. De threshold is doorbroken. We zijn door het vlies heen. Dit is echt de eerste keer dat ik dacht... Ik dacht echt, dit is echt... Fuck ja. It. Niemand... Ja, in het begin dacht ik het vooral. Daarna zag ik bepaalde je ziet het wel een game, beetje. Ja, dingen die je kent uit videogames. Maar in het begin was het net... Je ziet dan mechanics inderdaad en wat dan ook, weet je. Maar in het begin was het net buiten, was het echt bijna gewoon echt. En ja, wat je hier ziet is inderdaad geweldig. Eén stapje omhoog zou nog zijn als we dit ook nog in VR zo mooi kunnen spelen. Natuurlijk, dan ben je er echt. Ja, of, nou ja, dat is de vraag. Is dit gewoon een PlayStation, een Xbox of een PC game? Of wordt het een VR game? Nou ja, Unreal dus waarschijnlijk is het met PC gewoon, bezig. Je kan dit gewoon in VR spelen. Dat is nooit met een mod, dat lukt wel. Ja. Nou ja, dat inderdaad. Maar dat, dus dan, ik wou net zeggen, dan ben je echt nog een stapje hoger als je erin zit. Natuurlijk. Ja. In plaats van als je dit op een plat beeldscherm ziet. Maar ik ook als politiefan was hier ook heel erg fan van. Ik bedacht me wel gelijk, en ik mag natuurlijk niet te negatief gaan praten, maar dat hoe... Het is makkelijk om een leeg kantoorgebouw zo een beetje vorm te geven en wat dan ook. Dus het is niet, moet niet zijn. Hierin zie je namelijk trouwens heel goed dat het, gewoon, dat het een game is. Ineens heb je precies, ja, maar dit was inderdaad echt een fucking in-engine ding. Ja. Maar dat je alleen maar een soort van door grimy ass garages en dat soort dingen en bossen misschien aan het lopen bent en niet... Een, want als het een politie bodycam ding is, ja, dan wil je ook misschien in een auto zitten of over de straten rijden met mensen. Ja, niemand weet. Hè? Ik bedoel, dit heeft alles in zich. De reden dat mensen denken dat, of denken dat dit een scam is, is omdat, kijk, het is in principe, ja, ik wil zeggen niet zo moeilijk, maar om een bepaald stukje demo te maken of een trailer te maken, dat kan. Maar nu moet hij er een hele game van maken die ook nog interessant is. Hè? Dat is natuurlijk gewoon fase 2. Hoeft ook niet per se een scam te zijn. Hè? Dit kan een soort van, hey jongens, ik wil dit gaan maken. Wie wil mij helpen? En als dat uiteindelijk te weinig mensen zijn, dan komt het nooit uit. Dat is niet per se een scam. En als jij een dev bent als Activision of DICE en je ziet zoiets, dan had ik die guy direct op zijn LinkedIn benaderd. Zo van, hey, dat zou kunnen. Dat dit ook... Het deed mij denken aan Tarkov. Ik had wel zoiets, want Tarkov is ook een game die werkt ook in claustrofobische settings en die werkt fucking goed, omdat die zo spannend is. En ik zag dit en ik dacht, als Tarkov deze graphics heeft, zijn we klaar. Dan is het echt, dan kom ik niet meer mijn huis uit. En dat kom ik nu al nauwelijks met al die shit. Nee, het gaat mij vooral, wat is wel grappig, waar we het straks over gaan hebben. Jij hebt deze bij je. Halve green game screen device. Nou ja, dat bedoel ik van, we komen hier vandaan, weet je wel. Dit soort type games, met pixels, waarbij... Met zo'n schermpje ook. Exact. En ik weet... Vier knopjes. Dit is niet in deze tijd dat ik, volgens mij, voor Power Limited werkte, maar wel kort daarna dat we toen al zeiden van fucking realistisch en bossen en ik denk van, en nu hebben we het hier over van, we zijn van zo ver gekomen en we zitten inderdaad nu een beetje om van, gaan we richting fotorealisme? En dat vind ik heel interessant, want fotorealisme is wel mijn droom. Aan de andere kant is het ook wel een beetje mijn angst van, is het dan nog leuk om mensen door hun harsens te schieten? Ik denk alleen maar leuker.
Weet je waarom? Ja. Het is niet denk ik per se veel anders. Want het is onze, hoe noem je dat, bla 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 fantasy. Weet je, onze Doomsday fantasy. Wat voor. We gamen omdat we in het echt niet van die debielen zijn die mensen doodschieten of beschieten of wat dan ook. Nou ja, wat ik dus wel als dat een keer heel vet uitziet en een headshot is echt een headshot en er komt fucking pink mist. Dat is alleen maar meer voeding voor die fantasie van ons. Ja. En gelukkig is het ook een fantasie en that's it. Dus ik denk dat we daar heel snel aan gewend zijn. Ja. Ik denk dat het voor sommige mensen... Ja, de mainstream gaat het niet leuk vinden. Ten eerste gaat de mainstream het niet leuk vinden. Ten tweede gaat er ook een gedeelte van de gamer zijn die waar niet iets helemaal goed gewired is, die hier wel getriggerd ervoor gaan worden om dat nog een keer wel te, in het echt te gaan doen. Want die krijgen er zo'n geile van, oh, dit is fucking amazing. Mm. Ik wil dit in het echt doen. Maar hopelijk zijn dat er niet heel veel en weten wij met z'n allen dat we gewoon gamers... Kijk, ik denk dat je toen, weet ik veel, Duke Nukem 3D of Wolfenstein 3D uitkwam, dat mensen hetzelfde gevoel hadden van, oh my god, ik kan nu 3D rondlopen en mensen en Hitler doodknallen. Ja. Ja, dit is nu de super mooie kwadraatversie daarvan. Nou, ik denk niet dat het anders gaat zijn. Wat ik me wel eens afvraag, en ik heb dat wel eens, soms dan speel je een game en die game is dan eigenlijk niet heel goed. En dan denk ik, want ik had het er net met JJ over voordat de record aan ging. Ik zei, ik ben opgegroeid met een Atari 2600 en ik heb letterlijk alles van pixels zien veranderen tot dit. Ja, ja. Ik ben super dankbaar dat ik precies in die generatie gewiegd ligt. Ook. Dat ik dat helemaal... Jij ook, hè, trouwens. Ja, dus dat is wel, maar ik heb nooit die eerste fase echt leuk gevonden, omdat ik me kon me niet verplaatsen. Ik kon die fantasie niet maken. Niet. Want ik zit te kijken naar wat hij doet en dan zie ik een huisje en voor hem is het misschien een dungeon, maar voor mij is het gewoon een stelletje blokjes op elkaar. Ja, maar, toen ook. Weet je, waar ik heen wilde is dat ik heb nu nog best wel vaak, als ik een game vet vind, dan gaat het op de duur wennen. En dan voel ik me altijd een beetje raar. Dan denk ik, wacht even. In mijn 12 jaar oude, ik zit nog op de middelbare school, mind. Ja, die kop ontploft. Ik zat wel eens te denken, als wij nu zouden zien, die WWE bijvoorbeeld, die 2K speelde ik laatst nog. En ik was gek op worstelgames vroeger. Mm-hmm. Als ik toen had geweten dat die shit er nu zo uit zou zien, zou ik echt denken, hou op, je bent gek. En nu zie ik dat en denk ik toch, ja, het publiek is nep. Ja. De rook is nep. Ja. En ik vraag me af of wij het nog mee gaan maken dat het zo gepiept is. Dat is er bijna. Dat is dus dat fotorealisme inderdaad. Precies, en dan wordt het meer een thema wat je aanstaat. Maar dan kan je wordt het schaal ook, hè? Want dit is dus een hele kleine schaal. Dit is één oud, vies gebouwtje met twee guys erin. En that's it. Van, kijk, wij benaderen realisme, maar kan games kunnen een soort hyperrealisme hebben, wat bijna echter dan echt is, weet je? Als een soort van 8K. Ik bedoel, hun ogen zijn niet 8K QLED met ultra brightness. Dus er zal altijd wel een soort van immersion en spetterende graphics zijn. Maar ik vraag me echt af of wij nog gaan meemaken dat het zo over de top is dat je het nu verzadigd raakt. Dit is van hier naar daar is 30 jaar, weet je. En het gaat elke keer sneller met al die PC's. AI gaat hier een rol in spelen om al die omgevingen te maken. Ik bedoel, je kunt nu gewoon foto's maken van omgeving. Je duwt in AI en die bouwt hem gewoon zo op. Het wordt insane. Het is maar hoe je het gaan gebruikt. Uiteindelijk zal het toch aan de creatieve man of vrouw zijn om hier een leuke game van te maken. En dat is natuurlijk nog de vraag die je moet stellen van oké, dit is leuk. Weet je wel, een bodycam, maar is dat de hele tijd lekker? Want het is best wel een VR-achtige feel heeft dat. En het wiebelt alle kanten. Dat is natuurlijk een gedeelte van waarom het zo mooi is. Als je dit full on in met, het kan natuurlijk ook third person, dat je eigen character kan creëren. En dat zou natuurlijk helemaal Je ziet wel de limitatie van die omgevingen, die krijgen ze nu helemaal relaxed en dat licht inval. Maar die mannetjes, daar zie je het aan. Van de animatie van die mens is nog steeds waarschijnlijk omdat hij het niet een animator is. Nee. Maar dat heb je nu natuurlijk ook, die tech demo's laatst van Unreal Engine. Ja, ze gebruiken nu veel Quixel megascans, weet je, dat ze gewoon met drones hele gebieden scannen. Ja. En op het duur krijg je gewoon een soort bank aan assets. Maar dat is ook zo. Waarschijnlijk is een groot gedeelte daarvan dit gewoon Unreal 5 standaard assets. Ik denk dat het gewoon heel veel gescand is, gewoon geometrie gescand is. Zo ziet het eruit. Gewoon LiDAR, je scant gewoon zo'n loods. Misschien is het een of andere Rus of zo, die loopt gewoon zijn huis uit en die loopt hier tegenaan. Ja. Want dat is de tijd waarin we gaan komen. Gewoon wat ik zei, hyperrealisme in games. Ja. Ja, ik vind het vet. Ik ben super enthousiast over dat we dit mee mogen maken. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe dit zich eventueel zou kunnen vertalen. Want dit is inderdaad hyperrealistisch. Ook omdat het echt bodycam en weet je, met je berettaatje loop je in het heden bij wijze van een beetje te knallen. Dit wil ik zien met fantasy. Ik ben benieuwd hoe dat is als er een draak en een vuurbal in aan te pas komt. En dan gaan videogames zich denk ik ook echt onderscheidend maken. Als je op de duur zo dicht op realisme zit en je combineert dat met gewoon de eindeloze fantasie die je in games kwijt kan, dan krijg je echt...
Wat fantasievol is dit nul, vind ik. Ja, nee, het is nul. Bijna nul. Eigenlijk echt nul fantasie. Het enige soort van wat nog enigszins gestileerd is, zijn die pixels op die man zijn hoofd. Voor ja, de rest is nou, fair enough. Dat is inderdaad de ene procent inderdaad die het wat creatief maakt. Maar voor de rest is het inderdaad gewoon wat het is, bijna realistisch. Precies, maar voor een game als Tarkov, als dit, ja, dat is sick. Ja. Kom maar door. Zeker weten. Snap je enthousiasme. Toekomst. We hebben hier een aantal handthingen met juggies voor ontstaan. Waaronder de Steam Deck. Nou, heeft Koos hier een keer al, ik denk ook in Warme Babbels, een keer lekker over warm gebabbeld. Maar waarom heb jij deze meegenomen? Ja, nou ja, ten eerste omdat het is een goede oefening. Ja. Ja, het is gewoon, ik bedoel, ja, weet je, dit apparaat is, ik heb hier zo lang mezelf tegen verzet om dit te kopen. Omdat ik echt dacht van, ja, het is zo clunky, wat moet ik hiermee? En nu ik het heb, besef ik me gewoon dat wat Valve heeft gedaan eigenlijk. Kijk, ik ben al heel lang aan het nadenken over welke console ik nou het meest op speel. En ik heb altijd een goede PC gehad naast mijn gaming consoles. En eigenlijk door de Steam Deck heb ik voor het eerst in mijn leven dat mijn PC ineens als een console voelt. Want mijn cloud save games thuis op mijn PC, die neem ik mee op dit apparaat. Zit ik in de trein of in het vliegtuig, dan kan ik doorspelen. En het gaat zo seamless en het werkt zo goed dat ik echt mindblown ben dat dit apparaat, dat ik hier zo lang omheen heb gedraaid. Koos zegt precies hetzelfde over. Dat het inderdaad precies die, vooral de cloud games stuff, zo goed werkt. Dus dat je thuis zit te gamen en dat je 10 minuten later in de trein verder doorgaat. Ja. Dat precies, is het is de volwassen versie van de Nintendo Switch, zeg maar. Zo werkt het voor mij wel. En, je kan er, en los van het feit dat emuleren strafbaar is, mag niet, hè. Niet doen. Want ik ga het zeggen. Je kan het allemaal hierop doen, letterlijk. Bijna alles tot aan Xbox 360 doet hij ook. Ja. Ja, en dat is voor mij gewoon mindblowing. En je kan hem ook weer op de televisie aansluiten. En ja, weet je wel, het is bijna niet te bevatten. Hoe ziet het eruit als je het via HDMI op de tv aansluit? Ja, je kan het gewoon in full HD. Je kan het volgens mij zelfs in 4K doen. Maar ja, de performance wordt dan wel heel crap. Dus voor indie games en Super NES emuleren bewijs van kan het wel. Maar... Tuurlijk, maar wat is een huidige PC game die je erop speelt? Nou, ik hoorde van Koos. Net was het Koos die dat zei? Nee, jij. Nee, Koos speelde Fallen Order volgens mij er nu op. Ja, nee, maar jij. Ik speel er niet meer op de tv. Want dan, als ik thuis ben, heb ik mijn PC. Dus dan ga ik gewoon door op mijn PC. Fair. Dus. Maar jij bedoelt, een van de... Maar welke games speel je er... Ja, staat echt, ik heb net gekeken, hij heeft een gigantische library. Het is echt niet normaal. Ja, wat ik nu bijvoorbeeld aan het doen ben, ik speel The Witcher 3 opnieuw. Dat is echt zo'n passieve game voor mij. Die speel ik af en toe tussen de bedrijven door. Ik ben ook bezig met Resident Evil 4, maar af en toe heb ik weer zin in The Witcher. Dan kan ik gewoon even weer daar wat uren ingooien. Maar stel, je zou die op je Steam Deck runnen met een HDMI erin. Hoe loopt dat dan op? Want dat zijn niet... Ietsje beter dan de Switch versie. Ongeveer, ja, ik denk dat je ongeveer, nou ja, wat zou je, ja man, hoe moet ik dat even in iets kwantificeren? Nou ja, is het gameable? Is het speelbaar? Ja, zeker. Kijk, maar het ding is, het is een 720p scherm. Ja. En dat is op deze afmeting, ziet dat er echt goed uit. Maar als je dat op een 4K tv van 77 inch doet, ja, dan kan je de pixels bij elkaar oprapen, zeg maar. Ja. Dus. Maar je bedoelt, je bent ook een beetje een soort van troubadour, want je bent dan de ene week zit je in Amsterdam, dan zit je weer in Friesland. Je reist heel veel. Dat ja, met van. Mijn accordeon. En dan zeg ik altijd van, je moet die game, fuck man, ik heb geen PlayStation 5, ik heb wel een Steam Deck bij me, maar ik bedoel, ik denk dat is het handige voor jou. Van, ja. Kijk, ik ben vrijwel altijd wel gewoon thuis en dan heb ik mijn consoles en dan... Ja, waarom moet je dit dan hebben als je bij wijze van spreken ook op de PC kan spelen? Maar op het moment als je veel onderweg bent, ik vind het ook wel een bruut ding. Nou, hebben we natuurlijk ook de RG Ally deze week binnen gehad. De Ally, die is dan nog sneller volgens mij. De proces is nog beter. En draait op Windows. Wat een plus en een min is. Ja, nee, oké. Okay. Ja, goed. Ik heb jou al wel willen horen zeggen van, nou... Kijk, Misschien moet ik hem gaan omruilen. Ja, ja, zeker wel. En kijk, het ding is natuurlijk, ik bedoel, nu ik bij GameKings ook presenteer, heb ik dit ding, daarom heb ik hem eigenlijk ook gekocht. Dat ik ook wel weet van, ik kom hier natuurlijk vaak, ik game nu echt nog meer dan ik al deed. En dat kan ook, weet je wel. Ik hou ervan, dus dat keep them coming zou ik zeggen. Maar ik merk wel dat zo'n Steam Deck het voor mij veel makkelijker maakt. Het is veel flexibeler. Normaliter was het, oh, jij heeft me weer 8 games gegeven voor dit weekend. Ja, dan moet ik gewoon zorgen dat ik thuis ben. En nu, ja, het zou mooi zijn. Volgens mij kan je er ook remote play op doen met je PlayStation. Maar als jij dus van mij een PC-game krijgt, dan kan je hem thuis op de PC zetten en dan kun je hem daarop doorspelen. Yes, daar komt het precies, op. Ja, precies. En mijn save games, die synken automatisch. En moet je hem dan daar ook opzetten? Of kan je hem... Ja, dat wel. En dat is het enige. Maar ik heb er 3 terabyte ingebouwd. Dus ik heb letterlijk gewoon... Heb je dat zelf gedaan met je schroevendraadje? Ja. En het vet is dus, en dat vind ik zo next level aan dit ding. Mijn hele Steam library,
draait hij dus gewoon bijna op. Ja. Dus alles wat ik de afgelopen 15 jaar op Steam heb gezet, maar ook Origin en Rockstar, GTA 5, Red Dead 2, alles draait er gewoon op. Ja. Het is... Ja, ik vind het ook een vrede ding. Ik vind het knettergek. Het ziet er niet uit. Ik bedoel, je moet in de trein echt altijd... Ik kies altijd die stoel helemaal achteraan, weet je, bij de deur. Dan ga ik in zo'n Ja, ik zei dat ook in Brief van Maandag. En ik heb dat steeds meer, weet je. Ik was ineens stikjaloers op J.S. Zelda-trui. Weet je, op dit soort gamey gadgets. Gaming is zo mainstream geworden, dat je... Je moet hiermee in de trein gaan zitten. Wil je die nerd weer zijn? Ik heb vandaag ook weer Zelda gespeeld in een vierbankje. Op een vierpittertje. Fuck it, man. Ik ga gewoon staand in de trein met dat ding binnenkort. Ja, ik, dat is gewoon het ding. We moeten weer... Naast het leukste meisje in de trein ga je zitten. En in plaats dat je dan wat tegen de zegt, ga je gewoon Zelda. We kunnen laten zien weer dat we nerd zijn. En daarvoor heb je dus dit soort gimmicks nodig. En inderdaad gewoon hele obstinate truien en wat dan ook. Ik vind het ook een compliment als mensen me nerd noemen, hoor. Met alle liefdes. Ja, maar daarom. Het was... In plaats van de hele tijd op TikTok zitten kijken, wij gamen. Veel vetter. Nou, en dat is nog even een kleine side note, want ik heb dan wel eens van die mensen die zeggen, ja, ik heb geen tv. En dan zitten ze de hele avond op hun telefoon te pielen. Dan denk je, motherfucker, je hebt wel een tv. Je zit gewoon de hele avond te scrollen, kilometers naar beneden te swipen op je Instagram. Ja, dat is nog veel kleiner scherm. Ja. Mensen krijgen straks allemaal zo'n duimpje, zo'n TikTok-duimprobleem. En dat is wel echt een beetje mijn mantra voor dit jaar. Ik wil gewoon meer games gaan uitspelen en minder afleiding en bullshit. Gewoon lekker gaan gamen. Nou ja, het is ergens hetzelfde. Ja. Mediaconsumptie via een schermpje. En dan moet je maar net kiezen wat het is. Alle twee is het afleiding. Maar inderdaad, als je het zo zegt, dan je focus is om inderdaad minder social media te doen en meer gaming. All for it natuurlijk. Ik hou van ervaringen waar een kop en een staart aan zit. Ja. En dat vind ik... Dat is met nul het geval met online social media. En daarom wilde ik deze even meenemen, zodat jullie ook weer... Zo ook jullie kijkers ook weer op de hoogte zijn van deze Steam Deck. Goeie ploert. Waar dus Jasper hier daar inderdaad in het achterste dingetje in de trein met dit ook nog eens gemodden qua look. Gemod, ja. Je hebt er een stickertje overheen gedaan. Ze hebben echt bezuinigd op het materiaal om dit ding zo cheap te houden. Het plastic dat wat daarop zit, dat ruikt echt nog naar Chinese kinderarbeid. Dus dat, ik heb daar zo'n skin op gedaan. Ja, precies. Ja, inderdaad. Maar zo zit jij en dan op diezelfde manier zat jij dus Zelda te spelen. En sterker nog, ik weet niet of je daar een foto van mij hebt genomen, maar check maar even op JJ's Instagram. Of misschien op de GameKings Instagram zat jij in de tuin met een t-shirt over je hoofd Zelda te spelen dit weekend. Hondok. Ja, nou ja, daar ging het nog niet eens om. Het ging om, want de review die staat inmiddels online en daar kun je alles vertellen over wat we er vinden, over wat we ervan vonden. Maar de laatste tijd hebben we best wel heel veel games gespeeld. Waar altijd een boodschap in zit of een moraal of soms vloog die ook een beetje woke uit de bocht of er was een bedoeling met whatever. Dus dat alle... Welke game bedoel je? Nou ja, gewoon verschillende games, weet je. Ja, weet je wel. En, maar wie vond dat? De wereld? Of, nee, ik had het gevoel van dat gamen meer moest zijn dan een game, weet je wel. Dat men er meer pretendeert uit te halen dan dat het een game. We moesten het allemaal kunst vinden of we moeten dit vinden of er moet een boodschap in verpakt zitten of whatever. En ik zat dit te spelen, Zelda, en in één keer had ik door van, dit is gewoon een game. Het is niks meer en minder dan een game. En de mensen die het gemaakt hebben, die zijn alleen maar bezig geweest en niet bezig geweest met, hoe ga ik hier technisch zoveel mogelijk laten zien wat mijn apparaat kan. Ze zijn niet bezig met, van, ik ga hier een boodschap vertellen aan de mensen. Ze zijn alleen maar bezig geweest, hoe maak ik zo leuk mogelijke game? Ja. En het feit dat... En dan ook nog eens een keer... Ik geef de gamer tools om de game te spelen zoals hij het wil. En dat vond ik ook opeens best wel... Ja, dat klinkt heel raar dat ik dat dan niet vaker zie. Maar dat komt misschien door de type games die ik speel. Van dat vond ik best wel opmerkelijk. Van hoe je het doet, dat ligt aan jou. En dat zegt bijna iedereen, hoor. Maar ik merk dat ook... Maar dat is van, dus niet zo. Dat is vaak niet zo. Nee. Vaak is het toch gewoon van, je mag het wel proberen, maar je moet eigenlijk wel doen wat ik wil, want anders kom je er niet. En er zijn games die dat doen en dat kunnen. En er zijn ook games die ergens nog steeds wel limitaties hebben, maar waarin de sandbox gameplay loop of gameplay principes zo goed zijn dat dat ontstaat, weet je. Battlefield is daar een heel grappig mooi voorbeeld van. Ja. Dus dat de sandbox daarvan is zo goed dat je rare dingen krijgt, zoals de Randy Hook en wat dan ook. En sommige games die excelleren daarin natuurlijk. En dit is er obviously één van. Ja. Nou ja, goed. Wie weet is dat een game die ik nooit gespeeld heb is bijvoorbeeld Red Dead Redemption
2 volgens mij, ook waar veel mensen dit zeggen, dat je op een gegeven moment echt in die wereld, nou het gaat meer ook dat je helemaal in die wereld komt. En dat die kan je niet per se op je eigen manier spelen. Ja, en je schiet en je rijdt paard, weet je. En dat is hier natuurlijk wel anders. En games als Red Dead en ook GTA 5 hebben ook, omdat het, je hebt los van het feit dat je een verhaallijn hebt, zijn er ook heel veel dingen die kunnen gebeuren, die ontvouwen zich pas na tientallen uren. Ja. Heb ik in alle GTA's gehad. Dat je, soms maak je dingen mee. En dat is zo goed gedaan. Die game wordt heel gedoseerd, wordt dat zeg maar op je afgevuurd. Ja, maar dat is nog in principe een sandbox met, nou ja, hè, indie games. Ja, GTA Online hier en daar een beetje natuurlijk. Maar zitten niet principes als bouw je eigen stuff en kijk maar hoe het werkt. Nee, nee, nee. En er zitten hier natuurlijk hele soort van build mechanics in. Mm-hmm. Nee, ik heb best wel moeite om in een fantasiewereld te komen. En dat ik ook bij wijze van spreken na afloop droom over die wereld, of dat ik weer terug wil naar die wereld, omdat... Ah, heb je gedroomd over deze game? Volgens mij heb ik er wel over gedroomd. Ik weet niet helemaal zeker. Ik heb dat dus ook bij alle goede games, dan begin ik over te dromen. Ik heb bij heel veel games de laatste tijd... Wat drinken dat jullie voor het slapen gaan? Niks. Oh jawel, dat is niet waar. Een amaretto drink ik wel eens. Dat vind ik dan wel een lekker drankje. Maar wat wou ik nou zeggen? Ja, dat ik de hele tijd uit die fantasie, uit die wereld word gehaald, doordat de developer mij dingen laat doen of dingen onlogisch zijn, waardoor ik denk, oh fuck, ja, nee, ik zit natuurlijk ook gewoon een game te spelen, weet je, ik bedoel. En hier had ik echt zoiets van, ik was opeens net zoals als Jelle gewoon 2-3 uur lang aan het rondlopen om te kijken, wat, hey, wat leuk, ik kan dit bouwen en dan ga ik dat doen en dat doen, zonder dat ik dat vervel. Meestal vind ik het altijd saai, of dat uren met een paard lopen, vind ik van, rot op, moet ik nou weer een heel stuk. Hier vind ik het leuk, omdat ik weet, ik kan dingen tegenkomen die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Ja, dat weet dan, je wat. Dat wordt heel, je krijgt een heel kinderlijk gevoel daarvan. Nou, dat heb ik dus ook met games als Zelda. Ik ben dan echt die guy die dan op een paard zit en dan ga ik echt zo met mijn rechte pookje heel langzaam zo die camera zo heel cinematisch draaien, dat het er echt extra dope uitziet als ik dan zo'n nieuw gebied binnenkom. Je moet ook een beetje zo... Ja? Ik zet ook altijd de hut uit, weet je wel. Geen shit in mijn scherm, gewoon alleen maar de wereld, de game. En als ik echt iets nodig heb, druk ik wel even op pauze. Ja. Maar dat is natuurlijk van... Het is gewoon ongecompliceerd fun, zoals iemand die daar niks mee heeft, die heeft iets van... Dude, weet je, het is fucking... Het zijn polygonen. Ik bedoel, dit is toch geen fantasiewereld? Of, ik kan daar dus in raken. En dat doen niet al te veel games. En dat vind ik knap. Nou, helemaal dus van een game die vrij dus en er zo uitziet, maar ook qua, ergens abstract is natuurlijk qua, qua invulling. Nou ja, helemaal. Dus als dit ook nog eens een keer in mijn wereld was geweest, was het helemaal een ding geweest. En ik weet gewoon niet wat het is. Wat dan? Ik heb het idee dat er ander type developers werken bij Nintendo. Ja. Nou ja, zo'n game heeft ook 5 jaar development tijd gehad. En ja, dat gebeurt maar bij dan bijvoorbeeld nog, andere open wereld games. Die worden meestal toch wel een wat kort. Laten we dan toch maar weer eventjes erbij pakken. Voorspoken? Bij de haren. Assassin's Creed. Oh. Bijvoorbeeld om de 2 jaar zo'n game uitbrengen. Je merkte met Assassin's Creed, met Origins. Dat er zijn wel meerdere studio's. Hè? Het is niet één studio die om de 2 jaar dat maakt. Soms zit er alsnog 4 of 5 jaar wel ontwikkelingstijd aan. Maar het is andere principe waarom zij die game willen maken. Ik heb echt het idee dat bijvoorbeeld dat die Japanners die daar werken, het zijn voor een groot deel de leiding is gewoon 50 plus. Het is daar volstrekt normaal voor 50 plus mannen en vrouwen in Japan om van fantasy stuff te houden. Ja. Om dat kinderlijke gewoon. Ik geef dat te ook wel eens slack. Dat kinderlijke wanneer bepaalde kinderlijke dingen uit de mind van een 50 plus man komen, vind ik het af en toe heel vreemd frikken. Dat zijn dan de, weet je, Balan Wonderworld was zo'n mooi voorbeeld. Ja. Je denkt van, ja, doe even normaal, guys. Maar er zijn natuurlijk ook precies wat je zegt. Kijk, en jij zegt Assassin's Creed. Nou, die worden gemaakt door, wat zou ik zeggen, dat de ongeveer de 30ers spreadsheet managers die kijken naar reviews van hun vorige game en die zeggen, oké, het publiek vindt dit niet leuk, dit wel. En die hebben zoiets van, jullie moeten nu een game maken die nog groter is, met 2 dingen, zodat je kan kiezen tussen een man en een vrouw. Er zijn allemaal lui, die heet allemaal Guillaume en Thierry, die zeggen, oh, we make another game in a different world. Now we can go back to that. Ik denk ook dat het developers zelf zijn die gewoon... Nee, maar die maken een game voor als entertainment, als content, als entertainment product voor geld. Ik ga nog verder, jongens. Die guys die willen die game maken. Ja, maar dat is wat niet anders. Dat, het gaat nog dieper dan dat. En ik denk, dit is die soort van ikigai shit van Japanners hebben een... Er zit een filosofie onder Zelda. Precies, natuurlijk. Van hoe ontdekt een kind de wereld? Dat is de filosofie. Niet, hoe gaan we deze game meer laten verkopen dan 6 Precies, hoeveel boxes uit de spreadsheet kunnen we aftikken met deze game? Maar die filosofie is leidend. Ja. Maar wat Ubisoft doet, of andere westers, die gaan dan, die vinden dat niet genoeg.
genoeg. Die hebben zoiets van, ja, maar we leven natuurlijk ook in 2023. Dus moet er ook een stukje van onze hedendaagse maatschappijproblemen. Weet, op welke vorm moet ook in die game verwerkt worden? En moeten we man en vrouw... Ik weet niet of ze dat denken. Ik denk dat ze dat er later bij denken. In plaats van dat ze daarmee beginnen met zo'n basisidee. Omdat ze het anders misschien niet kunnen accepteren of zo. Van voor zichzelf. Van, ik kan niet zomaar een heel kindelijk, waar het puur draait om de game. Ik wil meer vertellen. Nou, om bij Ubisoft te blijven en een beetje bij een game die ik hierop vind lijken, al dan niet zo goed, maar Immortals Fenyx Rising. Die had het soms ook gebeurt weer, het wel. Ja. Het gebeurt. Die hebben gewoon zoiets van, laten we gewoon een leuke rondom Griekse mythologie. Niet te moeilijk, maar gewoon leuke dingen die je in de wereld kan doen. Dus het gebeurt. Het gebeurt af en toe wel. Nee, ja, absoluut. Alleen, ik vind het wel te weinig. En misschien heb je ook wel gelijk, hoor, dat er blijkbaar slaagt Nintendo er heel goed in om die invloed van management en geld en zo weg te houden bij de mensen die het maken. Weet je, die filosofie die er aan ter grondslag ligt, ik denk echt dat dat leidend is. Want als je goed erop gaat letten, en dat viel me bij deze game ook weer op, ga je het overal in terugzien. Die speelsheid, hoe je getriggerd wordt, die nieuwsgierigheid wordt geraakt. Ja, kijk, dat is het fundament. En bij Assassin's Creed bijvoorbeeld denken ze ook wel na over... De ervaring is een soortgelijke manier hetzelfde, maar het is van bovenaf ingevuld, niet van onderaf opgebouwd. En dat is denk ik het verschil. Deze game is van onderaf opgebouwd op die filosofie. En daar leunen alle gameplay elementen op. Plus dat je jezelf speelt. Je speelt Link, dat ben jij. En daar, bij Ubisoft of bij Assassin's Creed speel je toch vaak dat figuur. Ik heb nooit het idee dat... Toch, Link is Link. En weet ik wel, Martine de Viking is Martine. Ik weet even niet hoe het heet. Een hele grote maar. De Viking is Einar de Viking. Want die ene heet Einar en die andere heet Link. Dus hetzelfde, toch? Ja, maar dan begin ik me weer te irriteren aan haar accent of wat ze zegt. Ja, nee, dat snap ik. Dat ze een bepaalde boodschap heeft. Nee, maar dat bedoel ik van, alles, al die bullshit, wat het ook is, het gaat niet eens over woke of niet. Het gaat over de bullshit, die halen ze eruit. En de essentie van de game is inderdaad, jij gaat op avontuur en wij hebben allemaal tools voor je neergelegd. In een een enorme zandbak. Ja. Ja. En die filosofie, dat is bizar. Ja, dat is gewoon game design op zijn allerbest. Maar ik ga Ubisoft alles vergeven wat ze ooit met Assassin's Creed mij hebben aangedaan, als ze eentje maken in Amsterdam. In het oude Amsterdam. Dan wil ik gewoon. Een heel klein stadje. Dan ben je echt let binnen 3 minuten naar de overkant gereden. Ja, en dan kom je daar bij Amsterdam Noord. Met Afrika en India en zo kan je ook allemaal heen en zo. Weet ja, oké. Okay, fair enough. Nee, ik wil dat. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ja. Want dat vinden mensen veelste slavernij en dit en dat. Dus dat kan in de woke tijd niet meer. Ja. Ja, maar ik denk ook dat het een bepaalde mate is van businesspoering. Kijk, in Japan is het nog heel hiërarchisch. Ik heb ook wel eens met mijn vriendin. Ik heb dat ook wel eens hier. Discussies over... hoe moderne werkvloeren werken. En ik denk altijd dat hetzelfde met film maken. En ik probeer even de voorbeelden erbij te bedenken. Wat ik mm-hmm. het ook weer over gehad heb, maar dat weet ik niet meer. Maar dat je wanneer er één iemand is met een onwijs talent, mm-hmm. Dan moet. De moed is er, dat vind ik. Dan moet diegene gevolgd worden en de rest moet daarbij. Ja. Moet die volgen en soort van opvolgen wat die. Want die heeft de visie, die maakt iets. Kan het niet in zijn eentje, dus er moeten wel mensen bij komen. Maar die heeft dat ene briljante idee. En dat zijn in Japan heel hiërarchisch. Dus het zijn inderdaad mannen van 50 plus over het algemeen die daar de scepter zwaaien. Maar. Daar ook wel balans zijn, omdat ze iets heel goed kunnen. Namelijk, de imagination sparken. Ja, Miyamoto en een paar gasten bepalen dat. Ja. Ja, en als het niet langs hem gaat, gaat het er niet langs. Ja, aan de andere kant, laten we Square Enix er even naast leggen, waar we het over hadden. Dat daar heb je, zou je kunnen zeggen dat dezelfde regels moeten toepassen. En die lukt het dus niet om eigenlijk in de soort gelijke condities... Nee, hoe heet het, doet dat? Van Final Fantasy 14 en 16. Dus Square, niet iedereen is zo getalenteerd. Zoals een Miyamoto of wat dan ook. Dus heb je ook heel veel projecten waarbij dat niet lukt. Ball & Wonderworld is hetzelfde. Dat was het geestenkindje van één of twee hele hooggeplaatste pieven bij bedrijf X, Japans bedrijf X. En het is ook een kwestie van een visie. En dat faalde gewoon omdat het kut is. Kijk, de visie die daaronder ligt, en daar geloof ik echt wel heilig in, dat bij Nintendo echt een... Het is meer een soort van onzichtbare vorm waar die game helemaal in moet passen. En bij Metroid Prime 4 bijvoorbeeld, die hebben ze op de duur, heeft Miyamoto volgens mij gewoon gezegd van, gooi maar weer op de... Ja, twee keer volgens mij. Schrappen maar, dit gaat hem niet worden. Ja. Mm-hmm. En dat soort beslissingen,
dat om je IP's op zo'n manier te beschermen tegen failure, dat is... Het is, ik dat, vind is het dat is waarom jij die game nu speelt, inderdaad. Ja, dat is waarom jij nu zo hard gaat. Het is, ja. het is super knap omdat gemaakt. Omdat daar ja, gewoon de pinkjes die vliegen daar gewoon door het kantoor heen. Als het misgaat, dan is het gewoon opnieuw. Dat dus. Ja. Terwijl je bij alle andere westerse studios in principe van... Oh, heb jij hoofdpijn? Leuk, ja. Ga maar ja, naar huis. Dan zie je volgende week wel weer. Ja, daarom krijg je KK-games daarvan. Weet je, dat is gewoon... Kunsttime is wel vrij heftig daar. En ja, maar daarom, dat is, daar ging het inderdaad. Het ging altijd over crunchtime. Ik heb zoiets van crunchtime is nodig, want crunchtime dat scheidt het kaf van de koren. En het is hetzelfde als dat ik niet geloof in stakingen en dat soort dingen. En ik ben er misschien onwijs conservatief en kut en ja, kortzichtig in. Maar ik denk dat staken voor luiheid staat. Ik denk dat een soort van, dat soort, hoe noem je dat? Dat je altijd maar, of dat als er geen crunchtime is, dat voor luiheid staat en dat het niet staat voor excelleren. Mensen die willen staken of mensen die willen niet willen crunchtimen, die willen niet excelleren in wat ze doen. En sorry dat ik nu aan het ranten ben in warme babbels. Ik heb het nu ineens door. Nou ja, maar ja, het is eigenlijk een warme babbel over werkethiek. Wat ik wil hier er nu ben. Wel even één ding in vermelden wat ik bij mezelf heel erg merk. Als ik een game zie die uitgesteld wordt, ik ben altijd blij als een game uitgesteld wordt. Want ik kan er niet tegen als games gerust op de markt worden gebracht. En ik weet, voor mij is het kut, maar als het voor mijn hebzucht van ik moet nu die game, is het kut. Maar als die game daardoor beter wordt, ja, en met GTA ook, weet je, breng het gerust over 6 jaar uit. Het maakt mij geen donder uit. Ik overleef het. In principe is rushen is eigenlijk altijd bad management. En ik denk, als ik kijk naar Nintendo, je hoort daar zo ontzettend weinig over. Je hoort geen klachten. Dat kan Japan zijn, maar er zijn bij andere bedrijven komen die klachten wel naar voren. Ik denk dat ze daar... Ja, maar er is een groot verschil. Nintendo zegt niet het 4 jaar van tevoren, nu komt die game dan uit. Exact, maar ik denk dat zij ook gewoon bijna een perfecte symbiose hebben binnen het bedrijf. Waarbij ook nog eens een keer het... wel een democratie is, maar ook geen democratie. Dus iedereen kan wel meepraten, maar er is een moment waarop iedereen weet Miyamoto of wie het ook is. Ik weet niet of dat zo is, want ik hoor juist heel veel verhalen waarbij dat, wanneer er heel veel expats werken, wel zo is, want dan moet dat bijna. Ja, dat is het. Het is natuurlijk die overlegcultuur die in het Westen dodelijk is voor creativiteit, omdat uiteindelijk is er één iemand met het idee en dan volgt hij eraan werken. Ik vind dat. En er zijn heel veel mensen die zijn het er niet mee eens. Er zijn ook een soort van heel veel verschillende kanten komt de creativiteit samen. Of zo. Ik geloof daar niet in. Ik bedoel, films, muziek, het is over het algemeen... Eén iemand die de één of twee mensen die George Lucas bijvoorbeeld. Ik vind ook dat een goed idee inderdaad... moet je soms niet te veel mensen aan laten snuffelen. Want dan vreet iedereen eraan en dan wordt het magertjes. Gaat het kapot van compromissen. En dat zie je af en toe. Hè. Sommige van die games inderdaad. Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar een Forspoken, weet je. Ik bedoel, het was niet een hele slechte game, maar het was zeker niet een hele goede game. En ik vraag me dan af hoe zoiets op de tafel daar in zo'n kantoor wordt dat dan uitgestippeld. Omdat ze dachten, we moeten ook zo'n type game hebben. En misschien had daar meer de team samenspraak bij moeten komen. Er moet uiteindelijk iemand, zoals nu de game director van Forspoken, was waarschijnlijk niet zo getalenteerd. Ja. Die had dat misschien moeten zien. Of andere mensen die toch van een afstandje, er zijn natuurlijk altijd game producers bij, ook bij Zelda, die zeker wel tegen Miyamoto, of tegen wie dan ook, tegen de game designer kunnen zeggen van, hey, dit gaat misschien niet de allerbeste kant op. Eigenlijk zou er een soort panel moeten zijn van, gewoon zeg, een soort game designer panel, een soort high tribunal. Ja, dat je gewoon, weet je, want ik snap soms niet dat een studio een goede game kan uitbrengen en dan 3 jaar later ineens echt een game kan uitbrengen. Dat andere studio's, andere teams, weet je, en dat is dus inderdaad het ding. Dus sommige teams die zullen zeker baat hebben bij meer teamoverleg, omdat ze dan misschien, dus je hoort natuurlijk ook heel vaak van die verhalen van we hebben niet het gevoel dat we kunnen speak out tegen die en die, want je gaat niet tegen die en die in. Dus dat is alleen maar ja-knikkers mee. Dat is funest voor een product. Natuurlijk. Nou ja, niet als je Miyamoto bent en Zelda wil maar of wat dan ook, weet je, de game designer van Zelda bent en iets kan en weet en door andere mensen ja-knikkers laat doen. Precies, maar prima. Als mensen inderdaad op die functie zitten vanwege hun competenties en niet vanwege gewoon het feit dat ze daar nou eenmaal een keer neergezet zijn. Precies. Dat is wat ik wil zeggen van Nintendo. En ik ben de laatste die het moet zeggen, omdat ik het minst van allemaal Nintendo games wil. Maar ik zie wel meer en meer in wat voor een uniek bedrijf het is. En er zijn er nog maar echt heel weinig van. Misschien nog maar een paar waar je eigenlijk nooit iets over hoort, over dat er iets niet goed gaat of iets niet lekker. Wat ik opvallend vind, is dat ik heel vaak ex-lead designer van deze studio begint nieuwe studie. Ik hoor nooit eigenlijk iets van
De lead van Zelda is nu nee, nieuw meer iemand overlijdt, weet je. Iemand ja, overlijdt. Die mensen beginnen met Nintendo is, en mensen eindigen met Nintendo. Waarschijnlijk gewoon omdat het een soort van perfecte omgeving is waar mensen de en met z'n allen zijn ze trots op en, wat ze maakten. Okay, en dat zijn dan de grootste stinkers van Nintendo, zou ik zeggen. De Wii U, de Virtual Boy, even hardware-wise en dan software-wise. Wat is nou echt een game van Nintendo waarvan je zegt, ja, daar hebben ze de bal echt laten vallen? Ja, ze maken wel eens een 7,5 of een 8. Ja, ja, weet ik veel. Coast Treasure Tracker of Paper Mario of wat dan ook. Dat zijn natuurlijk niet. Nou, maar alsnog, het is allemaal af. Het is allemaal leuk. En dat is het stomme. Het is wel meer filler inderdaad voor de catalog. Gewoon filler. Misschien iets meer een filler gevoel in plaats van een blockbuster gevoel. Maar alsnog zijn het nooit, bijna nooit. Jij moet een keer een research item gaan maken over slechte Nintendo. Bijna als hommage aan hoeveel goede games. Van, nou, deze 5 waren misschien toch stinkers. Ik onthoud me even. We moeten nog deze week eentje maken. Maar wat ik zeg, van mensen zeiden van ja, die laatste poker. Ons waren niet goed. Maar ja, dat is dus een samenwerking. Dat is niet Nintendo. En daar vroegen we ons af, hoe kan het dat Nintendo dat toestaat? Yeah. Dat, want iedereen denkt altijd bij Nintendo, of bij Pokémon, als van Nintendo. Nee, dat is dus niet van Nintendo. Het is een samenwerking. Dus als dat niet goed is, beschadigt het de naam van Nintendo. Ja, en daar zijn zij natuurlijk ook beroemd mee geworden met na het debacle van de Atari 2600 en al die games. Er waren 5000 games waarvan 4800 stront waren. Toen heeft Nintendo gezegd, ik weet niet of die hier ook op staat, maar die, deze, de Nintendo Seal of Quality. Die hebben zij op de duur op dingen gezet. Nou ja, alsnog hebben we... Het is niet de kwaliteit van de game, hè? Het is dat het technisch draait. Ja, en we hebben ook Superman 64 gewoon nog gehad, hoor. Dus die seal die stond niet overal garant voor succes. Maar dat is wel... Ja, Nintendo heeft daar wel voor gezorgd dat er een bepaalde kwaliteits... bedoel, de gamesindustrie was... fucking belangrijk. Kijk wat er met Xbox gebeurt op dit moment, jongens. Ja, als je dat niet doet. Maar goed, dan wordt het te veel negatief. Het grappige is... Nee, maar omdat het vanuit de positiviteit van Nintendo allemaal nu... Dat we door die rol zijn kijken. Ik zei het net tegen JJ toen we boven waren. Ik zei van ja, Nintendo heeft hoe zij hun IP's zeg maar beschermen. Dat is briljant zeg maar. En ook wat zij uitbrengen. Ik denk dat het heel oldschool is. En daardoor inderdaad gewoon op het griezelige af oldschool. En misschien daardoor wel briljant. Ja. Het is in ieder geval precies, het is heel eigen. En dat is wat er zo tof aan is. En Melody zei ooit een keer iets heel lijps. Die zei, Nintendo maakt speelgoed. En toen ben ik daarover na gaan denken. Weet je, de rest maakt software en hardware. En Nintendo ook wel. Maar het is speelgoed. Mm-hmm. En in de vorm van iets met tech. Weet je, net zoals dat bestuurbare autootjes tech zijn. En toen ging ik erover nadenken. Ik dacht van, oh ja, dus wat hij daar ook eigenlijk bedoelt. Is je gaat ook niet het bestuurbare wagentje waarin het linkerwieletje en het rechterwieletje het nog niet goed doen, verpakken en shippen. Nee, dat doe je niet. Je onderhoud of je bouwt dat ding zo lang af totdat het hele productiemiddel klopt en dan gaat het in de verpakking en naar de winkels. Maar en dat is wat Nintendo ook doet. Als je altijd kwaliteit levert, dat gaat op een gegeven moment lonen. En omdat de rest van de concurrentie zo wisselvallig is met soms goed en dan weer echt weer stinkend. En je hebt wel gelijk, want soms denk ik ook, weet je, dan is er weer een YouTube filmpje of iemand heeft iets geript of een emulator. Hoppakee, dan komen je advocaten erop af, weet je wel, en dat mag niet. Heel oldschool. Maar ik snap ook wel, daardoor is een Mario bijvoorbeeld nog echt iets onbesprokens. Het is echt een epica. Op het moment als je maar toelt, oh, je wil een porno shit met maar gewoon een pornofilmpje met Mario. En maak ik maar weet geen reden. Ja, je had vroeger ook. Zijn de game developers die pornofilmpjes? Nee, maar bij wijze van spreken dat je een YouTube filmpje, als jij een YouTube filmpje maakt met Mario erin, met een voorbind dildo, dan heb je een probleem. Dan gaan ze dan vragen of dat weggaat. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, dude, maakt toch allemaal niet zo uit. Het maakt dus blijkbaar wel uit. Ja. Ik bedoel, op dit moment zijn mensen dus in die game, want je kan bouwen in Zelda, allemaal een soort van piemelvormige objecten. Dat maar. Ik kan me voorstellen dat nu bij Nintendo een vergadering is van we stop that, weet je wel, want dat is niet wat we willen. Het is aan de ene kant denk ik van jongens, doe nou niet zo kinder. Aan de andere kant, ik denk dat ze houden het wel puur en onbesproken gedrag. Ja, dat is ook pristine. De magie van Nintendo, dat zij die regie houden. En ik moest net even denken aan, vroeger op DOS was er een Mario rip-off. Ik weet niet of jullie die toevallig kennen. Dat was gewoon een side-scrolling Mario game op DOS met 4 levels of zo. Nou, en ik weet nog dat ik die game speelde en dat ik daar gewoon bijna depressief van werd. Want het was een 2D side-scroller en je kon springen en muntjes pakken, maar het was niet Mario. Nee, en ik weet gewoon dat Nintendo heeft daar religieus geprobeerd volgens mij om dat te vernietigen, met alle recht. Ja, en het feit juist dat Nintendo zo strak op hun shit zit, betekent wel dat zij ook ervoor zorgen dat wat Nintendo serveert is wat Nintendo zelf in de hand heeft. En
Daarom... En zo goed is dat je het blijkbaar 40 of 20 jaar na data nog steeds hier op meeneemt op het bureau. Want we hebben hier nog twee Nintendo-ish dingen liggen die jij hebt meegenomen naar deze warme babbel. Zeker. Dat is een mooi bruggetje ook, hè? Ja. Dat is wat ik aan het doen was. Ja, heel mooi bruggetje. Nou, dan zullen we direct maar kijken. Hier achterin deze ligt ook een hele mooie foto nog. Van, dat is mijn oude Nintendo 64 speelhoekje op de zolder van de boerderij waar mijn ouders wonen. De kippengaas game zolder. De kippengaas game zolder. GoldenEye met paintball en big head mode aan. Vet. En, ja, big head mode. Wauw. Ik vond die foto en ik heb toevallig deze controller net gekocht. Ik zal hem ook even uithalen. Dan kunnen we er even mee pielen. Het is de Nintendo 64 controller. Ja, maar dan... Het is de Nintendo 64 maar controller. Maar dan voor de Switch. Maar dan draadloos voor de PC en voor de Switch. Voor en... de PC ook. Ja, kan ook. Dit is zo typisch. Dit is nou wat Nintendo van, dan dat je dus gewoon oude controllers weer gaat heruitbreiden. Ja, maar blijkbaar is hij dus zo goed. Omdat en ik moet ook wel zeggen, hij ligt ook nog steeds wel echt subliem in de hand. Ik ben heel erg niet fan van dit middelste ding. Dat is heel raar. Geen idee hoe dit. Ik weet niet hoe ik dit heb moeten bespreken. Ja, ik weet het wel, maar ik vond het niet chill. Er was een beetje de gateway. Ik had wel symmetrie. Voordat de DualShock kwam, was dit de gateway. Weet je al, dit was nog single stick 3D wereld rondrennen. Je deed de camera's. Eigenlijk zijn die gele knoppen zijn eigenlijk de rechte stick. Dat waren de cameraknoppen. Ja, ja. En, ik vond het werkte niet voor mij, de 64. Dus ik vond het altijd vervelend. Maar dit werkt als een trein. Ja, en wat ik zo tof vind aan Nintendo is, weet je, ze brengen dat dan uit met die online service, maar dan ook met die controllers allemaal weer. Ze snappen zo goed dat mensen hard gaan op hun nostalgie. Want in die tijd was Nintendo ook al aan het waken voor hun... Ik weet nog dat ze toen helemaal hard gingen op een emulator die Ocarina of Time kon spelen. Dat Nintendo echt iets had van, oh, dit is goed, hier kappen we mee. Het ligt goed in de handen, hè? Ja, ja. Voor iets dat 20 jaar oud is of zo. Dat is bizar. Want hij was ook al wat groter, wat ik heel relaxed vond. Ja, ik vond namelijk die Game & Watch dingen zijn niet voor mij. Dat vind ik ook niet echt de hardware. Ja, nou ja, later zijn ze gewoon betere product design gaan doen. Mm. Want er waren toen meer voorbeelden. En je kon daar dus betere filosofieën omheen bouwen. In plaats van dat je denkt van, ja, plat dingetje met vier knopjes. Maar dat is ook zo, ik bedoel... Kijk, PlayStation is er ook heel erg mee bezig natuurlijk met die nieuwe Dual, weet je wel. Van, dan zit er ook geluid in en rumble. En wat ik knap vind van Nintendo altijd, ook met online bijvoorbeeld, hebben ze altijd gezegd, zolang wij niet echt goed weten wat we ermee kunnen doen en het echt een toegevoegde waarde heeft, gaan we het niet doen. En dat zie ik bij andere bedrijven doen. Hey, we kunnen ook een luidspreker in de controle bouwen. Laten we dat doen, weet je. En dan, wat we doet kunnen het nou misschien in 3 of 4 games in de hele console run, hoor je een keer... Precies. Dan hoor ik de chat er dwars doorheen. Nou, meteen uitzetten met die hand. Ik bedoel, dat vind ik wel van, er wordt zo over nagedacht. En dat is... En weet je wat ik zo mooi vind aan deze controller en waarom ik hem ook heb meegenomen is, waarom mij dit een warm gevoel geeft, is de omdat kleur. Het doet me ook denken aan de overgangsperiode van 2D naar 3D. Deze controller zit in het limbo dat je zit. Ik was toevallig, ging ik tegen mijn vriendin Pokémon Stadium spelen, minigame. Er was 1 minigame, dan moest je hem zo beta houden, zeg maar, weet je wel. En dat was voor het eerst dat probeerde ik dus met mijn andere controller, maar daar zit de stick hier, dus moest ik hem zo beet pakken. En toen besefte ik me pas, dit is een heel tijdelijk ding eigenlijk. Ja, maar daarom, ik vind hem ook niet goed hoor. Nee, maar... en toch brengt Nintendo hem uit, €50 piece, mag je deze nog kopen, om je nostalgie, en want ze weten het zo goed. Mensen, ook wat goedkoper is dan een Dual of een Xbox controller? Ja, en ik weet het niet, maar deze vorm, ik tekende deze altijd na op de middelbare school. Spaceship. Gewoon de hele tijd Nintendo 64 controllers te tekenen. Het is gewoon een spaceship, een soort gekke Trident. Ja. Hier word je toch blij van? Ja, ondanks dat ik het dus nooit een fijn ding heb gevonden om op te gamen toen, word je er echt blij van. Het is ook de kleur, hè? Maar kijk dan, dit is toch een en ik bedoel dat trouwens ook niet denigrerend, hè? Ja, het is speelgoed. Ja, maar wel speelgoed. Gewoon perfect fucking speelgoed. En sorry, Sega, maar kijk even naar de Mega Drive controller met die flimsy knoppen die echt aanvoelen als een tepel van... Nee, laat ook maar, dit ga ik niet zeggen. Maar... deze controller is gewoon perfect. Wat dat betreft, voor de tijd is het perfect. Kijk, je kan niet een controller maken die 10 jaar future-proof blijft. Dit was en die niet symmetrisch is. Waarin je moet heen en weer met je handen. Dat werkt gewoon niet. Dat klopt niet. Maar het is gewoon een vet ding. Je wordt er inderdaad blij van. Ja, dat de schietknop op de onderkant, weet je. Voor elk jochie die vroeger piew-piew oorlogje deed. Daarom, Nintendo dacht, weet je wat? Smart. Jochie spelen oorlogje. Pap. Het is briljant. Ja, zeker weten. En deze heb je ook nog. Ja, die heb ik ook maar direct meegenomen. Ik denk, de Game & Watch. Als we dan toch over Nintendo en nostalgie bezig zijn. Ja, je hebt er twee. Je hebt inderdaad eentje met Zelda 1 en 2. Dat die JJ nu vast heeft. En je hebt eentje met Super Mario Bros. 1 en 2. Volgens mij heb je er veel meer. Ja, de originele Game & Watch. Maar dit is een heruitgave van een jaar of 2 geleden. Ja, volgens mij ook hiervan hoor. En ook inderdaad gewoon met serietjes erop en wat dan ook. Maar ja, ik vind het gewoon tof. Trouwens. En kijk, en ook de verpakking. Hoe Nintendo dit ontwerpt en zo, weet je. Ik bedoel, ik ben zelf grafisch vormgever. Dus ik word hier helemaal
helemaal lijp van. Ik bedoel, kijk, ja, dit vind jij ook mooi, Jelle, denk ik. Die dingetjes op het... Er zitten zoveel, er zit iets van 50 Easter eggs in, zeiden ze ook. Bij oh, wow. Ja, maar daarom, het beeldscherm daarvan is ook vet. Alleen het startmenu is wel heel grappig, dat je om de klok heen kan lopen en moet uitkijken voor fucking dingetjes. Ja, nee, ik zit gelijk weer... Het zit vast. Het zit ja, vast! Ja, het zit vast. Het zit vast, maar... Maar we, oh, ik zie het ja, dat de dingen lined up als je hem goed doet. Ja, ja het is gewoon qua verpakking en ontwerp. En Nintendo weet gewoon heel goed wat hun IP's waard zijn. En dat, ja, ja weet ja. je. Als je een liefhebber bent van Nintendo speel, dan kan je soms echt je geluk niet op met hoe mooi is het allemaal. En dan ook een game als Super Smash Ultimate, wat ook echt een soort van ode is aan al hun series. En dat zelfs andere series mogen meedoen. Ja, dat... ja zeker. Ja, en ik ben heel lang niet van de Nintendo geweest, omdat het gewoon niet mijn type games zijn wat Nintendo zelf maakt. Mm-hmm. En heel veel andere multiplatform games, die kan ik dus ook op andere platform spelen. Zou ik ook zeker aanraden. Ja, behalve dat ik begin dus nu een bepaald type game. Mijn laatste game volgens mij die ik er echt op met veel plezier op heb gespeeld op de Switch was Monster Hunter Stories 2. En er komt nu weer een type games dat ik soort van waar ik een nostalgische gevoelens voor heb, die vaak uitkomen op de Switch. Waarbij ik steeds meer weer het idee heb dat ik daarop wil spelen. En Zelda is daar trouwens natuurlijk ook een voorbeeld van. Ja. Dus. Ja. Ja, nee, ik heb dan natuurlijk. Ik ben echt opgegroeid met Nintendo, groot liefhebber. En inderdaad, alle third-party games kon je eigenlijk ook altijd beter op andere dingen spelen. N64, soms ja, zaten er nog wel wat goede ports op. Maar gewoon de IP's van Nintendo zelf, bijvoorbeeld Luigi's Mansion, Metroid Prime, Zelda. Ja, ik moet zeggen, Mario Odyssey was trouwens niet mijn favoriet, maar. Ja, ik weet niet. Wat Nintendo ook doet, ze doen het altijd zeker. Het gaat nooit onder een bepaalde bar, zeg maar. En dat nee, vind dat. Ik, dat is echt fenomenaal. Want dat, ja. Props dat, voor Nintendo. En dat ja. is natuurlijk ja, door in dit geval allemaal aangewakkerd door Zelda. Maar inderdaad, geheel terecht. Ja. Jullie hadden alle twee ook nog een gedeelde warme babbel. Ja. En dat is dat de playoffs begonnen zijn van de NBA. Ja, van de NBA en eigenlijk ook van de NHL, maar die heb ik er dan maar even niet bij gedaan. Dat is ijshockey. Ja. Maar Amerikaanse sport, jongens, gaat verdammen. Het kost net toch veel tijd, alhoewel het nu steeds minder wordt, omdat nu al die teams geschift zijn. Er zijn er nu nog maar 4 over. Oh, 4 zelfs? Ik dacht dat het dan alsnog 12 waren. Nee. Het begint wel met heel veel. En ik kijk ook bijna alles. Ja, welke teams volg je? Nee, ik ben natuurlijk een Clippers fan, maar die lagen er heel erg uit. Ik kijk alles dan vaak omdat ik teams dan niet mag. Dus dan ben ik eigenlijk voor de tegenstander. Ik ben een negatieve kijker soms. Maar op dit moment root ik nu voor de Denver. Wat zijn dat, Broncos? Nuggets. en die moeten nu tegen de Lakers. Waar Broncos ik echt een, en de NFL, denk ik. Ja, waar ik een hekel aan heb. Ik heb ook een hekel aan Boston, maar ik hoop wel dat zij dan weer van Miami winnen, hey, zodat ze het dan winnen van de Lakers. Ben jij een Celtic fan? Ja, een Celtic fan, hè? Miami, ja. Oh, Heat. Nee, Miami Heat is heel simpel begonnen, hoor. Ik zat op de middelbare school in de brugklas. Toen had je vroeger de XXL's op basketbalblad. En er stond een keer een foto in van de Miami Heat, letterlijk met dit shirt aan. En toen dacht ik, zo, dat is een vet shirt. Toen was ik fan van de Heat. En dat is 20 jaar geleden. Ja, had ik met de Ducks. Hele vette font, vond ik dat. Ja. Maar goed, ja, wat we niet kunnen laten zien, omdat het zit ongetwijfeld allemaal recht op, is eigenlijk gewoon die wedstrijd verslagen. Want je moet dit. Het wordt ook af en toe uitgezonden op, volgens mij is het Ziggo Sport, dacht ik. Dat hij af en toe een wedstrijd doet. Maar je moet echt het Amerikaanse, de ESPN, de NBC versie kijken. Daar zitten er dan pro-spelers, geven het commentaar, de instartjes. Ze hebben ook altijd mic'd up. Dat, ik weet niet hoe ze dat doen, maar spelers die dan blijkbaar een mic hebben tijdens de wedstrijd. En hoor je dan wat ze zeggen tegen elkaar. Het is fantastisch. En sowieso ook de link met games, zeg maar. Ik had vroeger op de N64 speelde ik altijd Wayne Gretzky's 3D hockey. Speelde altijd 2 tegen 2. Was een 4-player game. Fucking bruut. Als je dan vaak genoeg met elkaar aan het duwen was, kun je natuurlijk matten en zo. Yeah. En ik weet niet wat het is. En dat denk dat Jelle dat ook wel kan beamen. Ik heb altijd een zwak gehad voor die Amerikaanse sport. Die logo designs. Dat. Weet je, bedoel, man, ik heb laatst American ook... Sports Design is de menig GameKings weet je, vormgeving. Komt daar inspiratie vandaan. Nee, het past ook goed bij gaming. En laatst hebben jij en ik MLB The Show gereviewd. En ook die game. Ik word al helemaal hyper als ik gewoon door het menu ga. En ik zie al die logo's. En denk ik, fuck. Ja, weet je wat ze doen? Kijk, die sport, Amerikaanse sport, is zo commercieel als de neten. Er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Maar wat ik knap vind, is dat ze die shirts en dus het logo van de club
Dat is heilig, weet je. Waar je in Nederland heb ik vind die shirts. Elke voetbalclub heeft geloof ik 3 of 4 shirts per jaar. Maar altijd staat er dat fucking lelijke logo van de sponsor. Dan heb je een vet Ajax shirt en dan staat erop Kika Kinderboerderij, weet je, dat soort shit. Dat vind ik dus niet lijp. En daar gaat het gewoon inderdaad om het logo van het team. En dan hebben ze altijd van die hele speciale van dan is het Military Day of zo, weet je wel? Ja. Veterans Day en dan hebben ze alles in camo shit. Ja. En het is het is een ander soort commercie. Voorzichtig beginnen bij de NBA hebben ze nu die hele kleine, weet je, bij Miami staat er nu Ultimate Software. En dan weet je, op de duur nog een paar jaar geleden waren bij de NBA ineens lange mouwen shirts. En toen had ik echt zoiets van... Ja, dat was verkeerd inderdaad. Ja. Met sponsors erop. Ja, sponsoren heb je nu ook, ja. Maar wel heel klein. Wish. Ja, heel klein, hier zo. Nou ja ik heb het kan steeds groter worden, maar ik heb inderdaad, en ik heb mijn vriendin, die volgt WNBA, want die heeft vroeger best wel hoog niveau gebasketbald, dus die maar dat is een hele andere, dat is al veel meer, nou ja, amateuristisch is het Nee, maar ik kijk anders. Dat ook graag, hoor. Die ja, maar die hebben niet de mic'd up dingen. Die hebben veel andere. De website is alleen al veel minder stoer en goed vormgegeven. Maar die gaan hard, hoor. Ik bedoel, daar zitten ook al gewoon 10.000, 15.000 mensen naar te kijken. Maar op een gegeven moment, ik vind het ook leuk, van... Ik bedoel, het is reet commercieel, maar ik irriteer me niet aan. Ik vind het dan de Chipotle, die zit er altijd in. Die Chipotle is dan de dunk van de dag, is dan van Chipotle, weet je. Dus op een gegeven moment ken ik al die shit, die ken ik maar dat is precies waarom het is. Dus stel, jij gaat een keer naar Amerika, dan ga je bij de Chipotle eten. Ja. Omdat je dat ik kent van de fucking dunk van de dag. En ik ben nu voor het eerst bij de NBA geweest toen ik in LA was. Ben ik bij de Lakers geweest tegen Phoenix. En ik heb daarvoor, ik bedoel, ik heb Miami Heat echt religieus gevolgd, zeg maar. Ik denk zo tussen 2008 en 2012. Dwayne Wade, dat was echt mijn man. En die, ik heb echt, nou, op de duur, ik denk mijn hoogtepunt heb ik van 1 seizoen meer dan de helft van de wedstrijden live gekeken. Dat zijn er veel, Nou, die beginnen allemaal om 2 uur 's nachts. Een dikke bak nachos erbij, een paar biertjes. Nou, op de duur, dan kom je snel aan. Ik probeer honkbal nu te volgen. De Yankees, dat is mijn team. Maar die spelen 160 wedstrijden in een jaar. Dat is elke dag. Dat is niet te doen. En die wedstrijden zijn ook allemaal 3 uur lang. Ja. Maar kijk dan de samenvatting. Ja, maar het is... Ja, het heeft gewoon niets, hè? Die gewoon... merch, alles. Ja, nou, ik heb dus niet per se heel veel met de sport. Ik vind eigenlijk alleen voetbal leuk om te kijken. Behalve dat er zit gewoon geen tempo in. En dat irriteert me eraan. Ja. Dus misschien is inderdaad baseball nog wel het leukste. Want ik vind de NBA vind ik te snel. Daar de hele tijd heen en weer. En dan zegt mijn vriend, oh, wil je kijken wat de play is? Ja, je moet precies inderdaad, hetzelfde het is, als 3 minuten terug. Het is wel even, je moet bij, hoe zeg je dat, je moet er wel bij blijven, maar... Ja, weet je wat het wel is? Nou, ik vind dus ijshockey, dat is het snelst. Ja, dat vind ik ook leuk inderdaad om te kijken. Maar ik vind dus inderdaad ijshockey shirts vind ik vet. Ik vind basketball shirts vind ik vet. Ik vind baseball shirts vind ik heel vet. Ja, ik heb ook een paar NFL shirtjes. Alleen, ja, die zijn natuurlijk groter. Weet je, dat is een beetje een bepaalde fit. Omdat je natuurlijk eigenlijk die shit eronder hebt. Dus daar heb ik wat minder van. Maar ik heb van al die voetbal, ik heb echt soort van... Ik heb al 20 sportshirts, denk ik. Ik kijk altijd. Terwijl ik het nooit kijk. Ik ben niet zo'n merchman. Dat doen jullie altijd. Maar ik ben een vormgevingsman. Precies wat Jasper zegt. En daarom af en toe denk ik van ja, dat shirt moet ik hebben. Ik heb het bijvoorbeeld nu met FC Utrecht. FC Utrecht hebben een heel lijp uitshirtje. Dus die wil ik dan hebben. En dan kan haal ik dat. Ja, precies. Nee, ik vind bij de... Ze hebben ook heel vaak bij de NFL hebben ze hele vette caps. Dus de trends met de caps. Ja. Zie je daar bijvoorbeeld. Vorig jaar was heel erg de trend om bijvoorbeeld een zwart of wit. En dan hadden ze het logo. Dat was niet met kleuren, maar dat was gewoon zwart-zwart. In één keer zie je dat dan weer overal terugkomen. Ja. De sneakers. Ik check ook altijd de sneakers van al die gasten. Ik vind ze zelf niet zo mooi om te dragen. Maar ze zijn niet mooi meer, vind ik. Dat vind ik heel zonde. De vorm is niet zo mooi. Maar de kleurstellingen die ze gebruiken soms. Die matchen bijna nooit bij de shirts. Ik heb dat ook met voetbalshirts, hoor. Het soort van, dat is juist iets wat ik het minst vind these days. Ja, maar ik moet wel zeggen, uiteindelijk, kijk, los van de hele visuele esthetiek om de sport heen, voor mij, als ik denk aan basketbal, en vooral voor mij dan nu, wat ik dus zei, weet je, waar ik dus een warm gevoel van krijg, is de playoffs, brengt herinneringen terug. En als ik dan toch kijk naar, sport draait voor mij om iconische momenten. Je hoopt altijd dat een wedstrijd iets achterlaat wat je nooit vergeet. En voor de NBA, ik weet niet of er NBA-liefhebbers zijn. Vast wel een paar. Tuurlijk. Als ik tegen mensen in de chat of in de comments zeg... de dunk van Dwayne Wade op Anderson Varejão... dat zal ik nooit van mijn leven vergeten. Ga dat maar opzoeken. En ik denk voor mij het meest iconische NBA-moment van mijn leven... was helemaal niet. Het was gewoon een regular season match van Miami tegen Chicago. En die keek ik ook live met mijn broer. En op het duur kwamen ze in overtime. Het was tot 4 uur 's nachts. En ja, fuck man, ik moet pitten. Ja. Die game ging door tot triple overtime. 5 seconden voor het einde in triple overtime steelt Dwayne Wade de bal van, hoe heet hij, John Salmons volgens mij. En doet hij een rennende 3-punter vanaf de middenlijn erin. Bang, klaar. Wow, wij echt gewoon... Wah! Ja, precies. En toen kon je niet slapen, überhaupt niet van de adrenaline. Dus ik mijn Miami Heat shirtje voor het raam gehangen. Dat alle mensen in Groningen, niemand zag dat. Ik ging er
erg hard op. Het is geen toeval, hè? Ik bedoel, Amerikaanse sport, het is niet scripted of zo, maar het is, alles wordt er zo voor gemaakt, de regels, ja, om ja, dat steeds maar weer te krijgen. Want het is te veel toeval dat elke play-off of dat soort dingen, er is altijd een verhaal, weet je wel? Mm-hmm. En ja, het is ongekend. In game 5, Jason Tatum stood up for the nation. Precies. Ja. Altijd. Goed. Leuk. Ja, ja. Mooie warme babbels. Af en toe zat er wat niet helemaal warm tussen, maar dat kwam vanuit warme gevoelens. Warme gevoelens, ja, vanuit liefde. Dus ja, thanks voor deze interessante warme babbels.